Hallo mensen en... Hey, dat ben ik! Mensen, welkom bij No Limits, een nieuwe aflevering. We gaan weer een nieuw park doen of een nieuwe attractie bezoeken. Het wordt vet, want jullie kunnen namelijk kiezen welke attractie het best wordt. We gaan er 3 doen en we beginnen met YOLO Park. En YOLO Park klinkt al zoiets van YOLO, het is maar een achtbaan. Maar misschien is het dan een hele vette achtbaan. Het kan ook een achtbaan zijn die jullie hebben ingezonden naar mij toe. En ik accepteer die en ik sla ze op in een mapje. En ik verdeel ze in de mapjes en we gaan dus elke... No Limits aflevering, 3 achtbanen bestrijden. En jullie gaan dan in de comments zeggen welke achtbaan het best is. Excuus. Deze hebben we al gedaan. Deze hebben we serieus al gedaan. Dus we gaan nu even naar de volgende map. We zitten hier. We gaan beginnen met de Skyscraper 109. Dat is de nieuwe. Sorry, excuus. Ik was helemaal even in de war. En dan geef gelijk een foutmelding. Natuurlijk. We zitten in de sneeuw. Hey, dit is leuk. Dit is een beetje een kerstachtbaan. Vind je niet? En zo te zien heeft hij ook hele leuke kleurtjes. En is hij ontzettend groot. Hij gaat ook heel snel omhoog. Dit tempo is echt heel netjes. En dat betekent dat het al sowieso een hele harde achtbaan wordt. En kijk hoe hoog wij zitten mensen. Ja, echt niet normaal. We zitten echt hoog. Dit is wel echt een hele grote achtbaan. Ik ben heel benieuwd. We gaan natuurlijk ook naar beneden. Dat hoort erbij. Oh jeetje jongens. Holy crap joh. Die vaart die je hebt. Oh. Ja, dat is niet normaal joh. Maar hij gaat 1 keer omhoog een keer. En hij gaat in een tunnel. Gaaf. Ja, je mag geen scherpe bochten hebben, want dat zou een klap geven. Dus met hele grote bochten is deze achtbaan wel. Eindelijk gaat hij wat verder omhoog. Hij gaat echt knoeterhard. Wauw. Sowieso aan het eind van de rit heb je sowieso tranen in je ogen. Dat is sowieso. Ja, hij gaat ook gewoon niet over de kop en zo. Oh, bijna. Maar het hoeft ook niet bij zulke achtbaan. Wauw. Ongelooflijk, joh. Er moeten gewoon remmen in dadelijk. Wat een aardig lange rit dit, joh. Ja, hij had wat remmen daar. Ik zag het. En daar nog meer remmen. Daar is het einde al. Kijk, nu kan je wat scherpere bocht doen, omdat je natuurlijk die rem hebt gebruikt. Oh, er zat zo'n knik in die achtbaan. Ging helemaal zo, joh. Net. Oh, jeetje, jongens. Dit is echt een hele grote, grove, snelle achtbaan. Sowieso tranen in je ogen aan het eind van de rit. En ja, hij is gewoon heel anders dan de Goliath. Die heeft af en toe natuurlijk wel eens eventjes dat je even een rustmomentje hebt. Maar dit was echt achter elkaar snelheid. En misschien een beetje een Joris en de Draak idee, hè? Om het even te vergelijken met Nederlandse attracties. Joris en de Draak hebben natuurlijk ook een complete snelle rit. Dat je eigenlijk of Troy. Troy is nog beter. Ik ga eens even vliegen, want dit is echt ongelooflijk. Op het einde van de baan, dan moet ik wel even kieskeurig, een beetje zeikerig zijn. Hier was ergens hier dat hij niet lekker liep. Ik geloof dat dat hier was. Ja, het voelde niet lekker aan op een gegeven moment. Maar goed, op zich, ik vind het wel een hele gave achtbaan. En vooral in de kerstsfeer is deze heel gaaf. We gaan naar de volgende achtbaan. En dat is de Express Coaster Man. Ik ben heel benieuwd. Express, dat is natuurlijk de Walibi achtbaan. Ik ben benieuwd of dit een beetje hetzelfde is. En we zitten hier. Wat een prachtig shot om mee te beginnen. Dit ziet er echt vet uit. En volgens mij, als ik het moet geloven, is dit een soort van remake van de Walibi achtbaan. Kunnen we gelijk erin al? Even kijken. Kunnen we hierin? Oh, dat is heel lastig. Oh, we gaan er al in. We zitten in de achtbaan. Gaaf. Oh, ik vind het heel spannend. We zitten trouwens... Oh jee. We zitten op een heel aparte manier. Wow! Ja, dit is sowieso de Express uit Walibi dit. Ik herken het. Echt heel gaaf. Wauw, ook over het water helemaal gedaan. Ja, dit is hem. Ik herken het nog. Ik ben er pas in geweest natuurlijk. Een hele compacte achtbaan. En dat maakt het eigenlijk echt super vet. En daar heb ik natuurlijk de kurkentrekker. Ja, deze achtbaan die klopt helemaal tot op de puntjes als ik het zo zie. Dit is echt gaaf. Voor de Walibi fans dit. Wauw. Ik ga het einde ook zien. Kijken of ze dat ook gethematiseerd hebben. Ik denk het niet. Oh ja, hier komt de kurkentrekker. Ook heerlijk om te doen. Hij gaat wel naar mijn geweten wel wat slomer dan de originele. Maar die originele gaat ook niet hard. Maar niet zo langzaam hoor. En hier de remmen. Ja, klopt. En dan maakt hij nog 1 bochtje. En dan is hij er bijna. Ja, hij heeft amper vaart nog hier. Terwijl hij wel in het echt heeft hij wel wat meer vaart. Maar
hij is wel leuk gedaan zo. Ja, dat gaat veel te langzaam. Maar dat geef je niet. Het was leuk om gewoon dit te zien. Ik heb nog nooit zoiets gedaan van een bekende achtbaan dat het is nagebouwd. Dat betekent zo waarschijnlijk een Nederlander of iemand die dacht van ja, Walibi is gewoon echt een heel goed park. Qua achtbaan is het ook zeker een goed park, Walibi. Ja, qua thematisatie natuurlijk wat minder. Maar dan komt dat de directrice, die houdt niet zo van de thematisatie, heeft ze een keer gemeld. Ze heeft ook geen zin in een verhaal achter een attractie. Maar toen ze de Express hebben geopboost, heb je voor mij complimenten. Echt, het is heel tof geworden en Walibi heeft dat zeker goed aangepakt. Hier en daar nog wat dingetjes dat ik dacht van, moa, maar toch wel een van de mooiste gethematiseerde attracties vond ik de Express in Walibi. Dus mocht je naar de Walibi gaan, ga zeker in die Express. Six Flags New Island. Island wou ik zeggen, maar het is England. Ik ben benieuwd of het een park is of een attractie. Oh, we zitten in de achtbaan. Sorry, excuus. Oh, wat gaan we doen? Gaan we vliegen? Gaan we hangen? Is het hangen? Nee, het is geen achtbaan, maar wat gaat gebeuren? De vloer gaat weg en wij vertrekken. Dit ziet er heel strak uit. Ik zie een looping en daar gaat de baan doorheen. Ik kijk nog verder stiekem. Een hele compacte baan. En hij gaat ook helemaal niet hoog. Maar dat hoeft ook niet altijd bij attracties. Maar het ziet er wel heel leuk en compact uit. Dit wordt best een pittige keuze. Want ja, die Walibi vond ik sowieso heel gaaf. De eerste was ook heel vet. Vond ik wel een beetje een Goliath idee. En waar kunnen we dit mee vergelijken? Nog niet met een attractie. Want dit type achtbaan is nog niet gebruikt in Walibi. Dit wordt een hele pittige keuze. Ik voor jullie zo, trouwens ook, weet je wel. Voor jullie is het ook gewoon een lastige keuze. Want ja, wel, maar het ligt eraan wat je smaak is, hè. Nou, de looping, hartstikke gaaf. Een heerlijke looping. Nou, krijgen we nog een halve looping of wat is het? Een soort van looping. Oh, gaaf. Dat gevoel is heel gaaf gedaan. Door de looping heen. En nog even een soort kurkentrekker. Wauw. Lekker sloom. Gaaf. Dit is een heel lekker achtbaantje, dit. Oh, nog een keer. Holy crap, jongens. Ik vind deze echt heel erg chic eruit zien. En we gaan nog een keer. Kijk hoe leuk dit gedaan is. Oh, wauw. Ja, ik vind dit toch wel echt een prachtige achtbaan. Je kan zeggen wat je wil. Maar dit is echt een schitterende achtbaan. Een heel compacte achtbaan. Maar gewoon... super mooi als je dit ziet staan in een achtbaan in een pretpark. Echt, echt waar. Ik denk dat deze, ik ben eigenlijk helemaal verkocht. Dit is sowieso mijn winnaar, nummer 1. Het is wel lastig, want de Walibi vind ik een prachtige achtbaan. Maar de snelheid zat er niet meer echt in op het eind. En deze heeft echt gewoon een heerlijke snelheid. En kijk ook, je bent ook met de hele trein. Dus dat scheelt ook. Ik wil even wachten tot hij naar beneden gaat. Want ik ben hier echt, ik vind het echt een prachtige achtbaan. En ook gewoon een manier lekker oldschool, lekker op zijn gemak hier omhoog, weet je wel. Je kan genieten van het uitzicht. Je krijgt een lekker vaartje in de eerste bocht. Ja, dit is schitterend. Dit is heel netjes gedaan van de maker van deze achtbaan. Ik wil sowieso vragen of ik jullie mening mag horen in de comments. En dat kan hier gewoon beneden natuurlijk, gewoon even typen. En dan ga jij dus natuurlijk vertellen welke achtbaan heeft gewonnen volgens jou. En dan zien we de volgende keer terug met een nieuwe No Limits video op dit kanaal. Vergeet niet te abonneren, te liken. Het kan allemaal namelijk. Het is allemaal gratis. Doei doeg!